En we hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het project IJsberg Zichtbaar Maken. Je mag... En we hebben daarin 2 miljoen scans ontsloten met automatische handschriftherkenning. We hebben archieven van het Nationaal Archief geselecteerd, maar ook archieven uit de provincie, Rijksarchieven. Voor het Nationaal Archief hebben we Verenigd Oost-Indische Compagnie materiaal gedaan. En de Rijksarchieven hebben meegedaan met 19e-eeuws notarieel archief. En de volgende slide laat zien wat dat ongeveer voor palet aan handschriften geeft. Nou, daar heb je natuurlijk wel wat ground truth voor nodig om daar fatsoenlijke automatische handschriftherkenning op los te laten. Dus de volgende slide laat ons transcriptieteam zien. En die hebben ongeveer 6000 pagina's overgeklopt of ingeklopt om daar de machine mee te trainen. En er kwam een redelijk goed model uit. Volgende slide met een foutenmarge van ongeveer 6%. Wij waren er heel tevreden mee. Dus met dit model hebben we die 2 miljoen scans getranscribeerd. Maar omdat je er dan nog niet bent, je wilt natuurlijk ook iets hebben om het materiaal te kunnen laten zien, hebben we een website laten maken. De volgende slide. We hebben een website wat bestaat uit een front-end en een back-end. Twee verschillende leveranciers hebben daarvoor gebruikt om de tooling zo generiek mogelijk te maken en ook voor anderen inzetbaar. Je kan in zoek in transcripties.nl echt zoeken op de transcripties. Volgende slide. En aan de linkerkant zie je allerlei filters die je kan toepassen. En er zit ook een query-expansie in waarmee je ook de zoekvraag kan uitbreiden met historische synoniemen, historische varianten van woorden. En wat je dan natuurlijk heel mooi hebt, is dat je dan de zoekresultaten hebt. En als je daarop klikt, dat je, zoals we dat natuurlijk willen, de scan en de transcriptie naast elkaar presenteren. Dat ziet heel mooi uit. En in de backend van die website zit allerlei AI ingebakken, waarbij we entiteiten herkennen. Die zie je hier onderstreept in verschillende variaties, afhankelijk of het een persoonsnaam, plaatsnaam of een tijdstip is. En ook het zoekwoord wordt natuurlijk gehighlight. Als je bovenaan kijkt, dan zie je scan, transcriptie, verrijkte scan. Dan kan je vinkjes zetten. We willen ook handschriftherkenning inbedden in het Nationaal Archief. Want we merken dat er ontzettend veel toegevoegde waarde is voor onze klanten om transcripties te hebben, om in archieven te kunnen zoeken. We hebben zoveel positieve reacties ontvangen naar aanleiding van de publicatie van deze resultaten. En mijn uitgangspunt is dat we dan ook alles wat we tot nu toe hebben gedigitaliseerd, dat is ongeveer 40 miljoen scans, willen verwerken in zo'n pijplijn. Bij het Stadsarchief Amsterdam werken we altijd een beetje met grote hoeveelheden en daarom. En in de praktijk willen we het liefst de hele grote archieven die nu een soort zwarte gaten zijn, heel slecht toegankelijk willen we. Daar willen we HTR op inzetten. En dat hebben we de afgelopen jaren vooral gedaan op het Notarieel Archief. 17e en 18e eeuw. En wat messier is, en het is kort, doen we dat ook op 19e en 20e eeuwse historische bouwarchieven. En daar hebben we voor het eerst ook met structuur te maken, met tabellen. Sinds 2018 verzorgen wij Ground Truth met behulp van vrijwilligers. We hebben intussen 20.000 scans Ground Truth, dus een beetje van 17e en 18e eeuw. Het doel van ons, ik zei al, we doen het een beetje met de botte bel. Wij zetten eigenlijk in op de vindbaarheid, full text doorzoekbaarheid. En dat betekent eigenlijk dat wij misschien met minder kwaliteit genoegen nemen dan als je een 100% perfecte transcriptie wil, omdat je daar een editie van wil maken. Onze grote strategie is om maar zoveel mogelijk variatie in transcripties te gooien en zo dicht mogelijk bij een soort algemeen beschaafd Benelux model te komen. Zo'n 20.000 scans Ground Truth hebben we nu. Daarvan hebben we specifieke modellen gemaakt van handschriften, maar die steeds weer gecombineerd tot algemene modellen. Bonjour à tous, je m'appelle Wouter Haverals, je suis un stagiaire postdoctoral à l'université d'Anvers en Belgique. Avec Mike Estemont, je conduis un projet de recherche sur une collection de manuscrits médiévaux très intrigante pour laquelle nous nous appuyons sur Transcribus comme un tremplin essentiel. Les manuscrits que nous examinons ont été produits au monastère chartreux des Hérines-les-Enghien, tout près de Bruxelles. Au XIVe siècle, les habitants de cette communauté ont traduit et copié collectivement plus de 25 manuscrits en moyen néerlandais et en latin. Aujourd'hui, les manuscrits sont dispersés dans diverses bibliothèques européennes. Des analyses antérieures ont révélé que 13 copistes en étaient responsables de la fabrication des manuscrits. En plus,
des collaborations intensives existaient entre les différents copistes. Et ces collaborations sont très curieuses car les moines chartreux pratiquent une vie de silence méditatif. En conséquence de ce silence, les moines devaient développer des stratégies et des solutions créatives pour communiquer entre eux. Certains de leurs conversations ont été enregistrées sous forme d'annotations marginales dans leurs manuscrits. Cela nous permet, chercheurs modernes, de jeter un coup d'œil par-dessus l'épaule des scribes pendant qu'ils négociaient le texte. Les principales questions de recherche de notre projet concernent les collaborations des moines, à savoir comment travaillent-ils ensemble en pratique? Quels scribes travaillent ensemble et quel rôle remplissaient-ils? En travaillant si intensément ensemble, ont-ils influencé leur profil orthographique respectif au fil du temps ou leur utilisation des abréviations? Enfin, nous souhaitons également examiner si nous pouvons classer les manuscrits par ordre chronologique en fonction de l'évolution du style d'écriture des moines. Pour répondre à ces questions, nous avons besoin de matériel de recherche et c'est là que Transcribus entre en jeu. En utilisant la reconnaissance de l'écriture manuscrite, nous sommes en mesure de produire des transcriptions diplomatiques que nous pouvons rechercher et analyser. Outre les questions de recherche linguistique, notre objectif est également de reconstituer virtuellement la bibliothèque médiévale du monastère en fournissant tous les manuscrits sur IIIF avec une couche textuelle. Mijn onderzoek maakt eigenlijk deel uit van een groter project, Ad Aulam, dat de handgeschreven studentennotities van de faculteit Rechten, faculteit Theologie en het Jezuïtencollege van de Oude Universiteit van Leuven onderzoekt, voornamelijk uit de 16e en 17e eeuw. Die manuscripten zijn grotendeels gedigitaliseerd via het platform Magister Dixit van KU Leuven Libraries. En vanuit daar werken wij dus met Transcribus om transcripties te maken van die Latijnse studentennotities. Dat er dus heel veel verschillende manuscripten over verschillende onderwerpen geschreven door verschillende handen zijn. Nu, we hebben al drie modellen gemaakt ondertussen. We zijn heel voorzichtig begonnen. Hè. Het eerste model bevatte slechts transcripties van één manuscript, van één hand. Maar we zien dus dat in de volgende modellen, waarbij we verschillende andere handen hebben toegevoegd aan het model, dat die modellen ook verbeteren, ook op niet geziene handschriften. Ons project heet Chronicling Novelty, New Knowledge in the Low Countries. Dat ik samen leid met Judith Polman van de Universiteit Leiden. En we doen onderzoek naar de toe-eigening van kennis en ideeën en technologie bij een publiek van non-specialists, zoals we het noemen, namelijk de chroniekschrijvers, die meestal behoren tot de hogere middenklasse. Nou, we doen dit door een corpus samen te stellen van 320 Nederlandstalige chronieken uit Nederland en België. Nou, ongeveer 320, het aantal groeit. We hebben scans verzameld uit 43 archieven en bibliotheken in Nederland en België, voor een deel gescand met een scantentje. Andere zijn juist door de archieven aan ons gegeven, over een periode van 350 jaar. Wat hebben we gedaan? We hebben niet alleen getranscribeerd en HTR gebruikt daarbij, maar ook geannoteerd. Paginanummers, datums, locatie, persoonsnamen en een aantal meer structurele features. En ook hebben we gekeken naar wat de bronnen van informatie waren van chroniekschrijvers, wat het type medium was waar ze gebruik van maakten. En wie dan de ontvanger was van de bron. Waar we nu heel erg mee bezig zijn, is natuurlijk de post-processing van de data. Een groot deel van de chronieken is inmiddels klaar. Het annoteren gaat nog wel door. Maar het
Het verwerken van de data voor onderzoek vraagt nog een heleboel stappen. Het project waar ik, wat ik vertegenwoordig is WePublic. Het gaat over het beschikbaar stellen of het uitgeven online van de resoluties van de Staten-Generaal. Tussen 1576 en 1796. Maar gelijk doorgaan, wat doen wij eigenlijk met de teksten? We hebben een corpus dat gedeeltelijk handgeschreven is en gedeeltelijk gedrukt. Op het scherm zie je een voorbeeld van een resolutiepagina die gedrukt is. En betekent niet dat we niks met de handgeschreven tekst doen, maar die laat ik zo ook nog even zien. Maar meer om even aan te geven wat we doen met de teksten als we eenmaal een machine leesbaar corpus hebben. De bedoeling is het om het zoveel mogelijk doorzoekbaar te maken. En dat gaat dan uit boven simpel zoeken op woorden. Wat wij proberen te doen is het zo gestructureerd mogelijk aanbieden van de tekst. En daarbij maken we gebruik van een structuur die aanwezig is in de resoluties. En daar zie je allerlei blokjes in de tekst staan en die geven eigenlijk de structuur aan waarin die resoluties zijn opgedeeld. Dus zittingsdagen, resoluties en zelfs binnen die resoluties verschillende typen resoluties. En de manier waarop dat gedaan wordt is onder andere door een fuzzy search and match algoritme dat Marijn heeft ontwikkeld. En daarbij maken we ook gebruik, behalve de structuur in de layout die de resoluties bieden, van de structuur in de tekst zelf, want die was erg gestandaardiseerd. Hier nog even een voorbeeld uit de handgeschreven resoluties. Die heeft in tegenstelling tot de gedrukte ook marginalia die iets zeggen over het onderwerp van de resoluties. Het heet Game of Thrones, waarbij je kijkt naar niet die vorsten, de thrones, maar juist naar republieken en hoe die hun regelgeving organiseerden. Dus mijn bronnen die bestaan uit wetteksten of wetnormen uit die tijd, zowel handgeschreven als gedrukt, voor Gelderland, Holland en Bern in Zwitserland. En uiteraard maak ik daar transcripties van. Maar wat ik vervolgens doe is dat ik ook wil automatisch metadateren of semi-automatisch wil metadateren op basis van een vaste lijst of min of meer vaste lijst van onderwerpen waar de regels over gingen. Dit is een lijst die al eerder in Frankfurt bij het Max Planck Instituut voor Rechtsgeschiedenis en Rechtstheorie is ontwikkeld. En wat dat feitelijk inhoudt, dat wil ik doen door middel van het gebruik van de Finse tool ANIF, is dat ik een dataset heb waarbij aangegeven wordt welke onderwerpen er in de tekst voorkomen. En die ik vervolgens koppel aan de fulltext transcripties, waarbij ik de computer laat leren welke begrippen er dus blijkbaar gekoppeld horen aan de teksten. We hebben een zoekomgeving, prototype zoekomgeving voor HTR en verder ontwikkeld met de partijen die je hier ziet, te vinden op archiveninbeeld.nl. En heel kort wat je daarmee kan. Wat hebben we gedaan? Binnen de HTR hebben we named entity recognition gedaan om de namen van personen, locaties en datums te vinden. En wat kan je er dan mee? Nou, dat wilden wij gebruiken in die zoekomgeving waar je hier wat impressies van ziet. Trouwens, als je er naartoe wil, dan kan je hier de naam en wachtwoord intoetsen. De locaties vooral, die hebben we ook verrijkt met andere bronnen. Zodat we die, bijvoorbeeld Wikidata, zodat we daar ook coördinaten voor hebben. En dat je niet alleen op keywords en filtering zoekt, maar dat je ze ook kan plotten op kaarten. Hier impressie op een detailpagina met geplot de locaties die ook te mappen zijn. De metadata, de scan, de HTR uiteraard, waarin keywords gehighlight zijn. Hier het voorbeeld van de Lange Straat. Ook gekoppeld aan de beeldbank van de archieven, zodat in dit geval hier van de Lange Straat je ook de resultaten ziet van wat het Stadsarchief Amsterdam over deze locatie heeft.